Vanuit Nederland worden een tal van vragen gesteld als het dus gaat om de veiligheid en ook nog de indamming van criminaliteit in Suriname. Goedendag, mijn naam is Ivan Summerville voor Culturo.com uit Paramaribo, Suriname. Gelet op de veiligheid van de vakantiegangers is het natuurlijk van belang die in te lichten over de gang en wandelen als het dus gaat om de veiligheid, indamming, criminaliteit en ook nog een safe gevoel te hebben indien men plant om, naar vakantie te komen in Suriname. In verband hiermee hebben we ons begeven naar hoofdpolitiebureau aan het Duisburglaan Paramaribo om een vraaggesprek te hebben met politiewoordvoerder Humphrey Naarden. Goeiedag, inspecteur Humphrey Naarden. Goeiedag, meneer Simonville. Alles goed met u? Oh ja, prima. Ik denk dat u mijn intro zo een beetje gevolgd hebt. Ja. Er zijn een aantal vragen die vanuit Nederland gericht worden naar Culturo.com om eigenlijk te weten hoe het staat met de veiligheid. Misschien kunt u ook eigenlijk aangeven wat de taken van de politie in het algemeen zijn. Nou, de taak van de Surinaamse politie is dat we erop moeten toezien dat de veiligheid van de mensen hier binnen onze landgrenzen gegarandeerd is. Toch? Dat we erop moeten toezien dat hun haven en goed ook niet wordt weggenomen. Dus dat gaat een beetje simpel. Toch? En dat ze dus zeg maar veilig hier kunnen vertoeven. Zij die met vakantie komen, zoals u zei, ik ben meer gericht op zij die met vakantie willen komen. Maar ook zij die ook hier in Suriname wonen, daar wel vertoeven voor langere tijd. Inspecteur Naarden, onlangs werd de samenleving zo'n beetje opgeschrikt omdat men op verschillende manieren misbruik maakt van social media. En er leek dus een bericht te zijn alsof een vakantieganger ampertjes 3 dagen in Suriname was die zijn dochter moest verdedigen omdat men trachtte die te verkrachten en eigenlijk moest hij dus betalen met de dood. Kunt u als de politie woordvoerder aangeven als dat bericht juist en of onjuist is? Totaal onjuist. Nadat ik dat bericht ook heb gehad via een sociale media, heb ik gelijk contact gemaakt met de verantwoordelijke inspecteurs van de afdeling kapitale delicten. Want bij dit soort van gevallen of incidenten, dan weet ik dat de afdeling kapitale delicten gelijk wordt ingeschakeld om zo'n zaak dan over te nemen voor onderzoek. Ze wisten er niks van. Natuurlijk hebben ze ook gebeld met andere, zeg maar kleinere stations. Om zeker te zijn van, hey, is er misschien inderdaad iets gebeurd. En de andere collega's hebben verzuimd om dat door te geven. Want u weet, we zijn mensen. En soms houden mensen zich niet aan afspraken. Maar dat was dus niet het geval. Dus dat was, zoals men dat nu populair zegt, het was fake news. En het is jammer, ik weet niet waarom de persoon dat gedaan heeft. Wat de bedoeling was van de persoon die zo'n bericht de wereld heeft ingebracht. Maar het was al met al onjuist. Nog steeds een vraaggesprek met hoofdinspecteur van politie Humphrey Naarden, die tevens belast is met de public relations van de Korps Politie Suriname. Het gaat in dit geval om de veiligheid, of althans het waarborgen van de veiligheid van mensen die een bezoek wensen te brengen aan Suriname. In het verlengde van dit gesprek kan ik natuurlijk ook vragen, zijn er gevolgen voor mensen die fake news de deur uitsturen via social media? Ja, en, er zijn zeker wel gevolgen voor mensen die fake news de eten in gooien. Een van de gevolgen kan zijn dus dat de procureur-generaal de politie de opdracht geeft om na te gaan wie de persoon is die zo'n bericht gelanceerd heeft. Omdat de persoon daardoor de gemeenschap een stukje dat onveiligheidsgevoel binnen de gemeenschap verhoogt. En ook zou het kunnen zijn dat als iemand zeg maar een fake news de wereld in stuurt, dat betrekking heeft op een andere, dan kan dus die persoon via een brief de PG vragen om te laten onderzoeken wie zo'n bericht de wereld in heeft gestuurd. En dan kan de persoon dan gebruik maken van een artikel in ons wetboek van strafrecht. Die praat over smaad, hè. Want dan kom je dus aan de
naam mijn goede eer van de anderen. En in dat soort van gevallen dan is het zo dat de PG dan, nadat hij dus die brief heeft ontvangen, dan stuurt hij dat door naar de politie met de opdracht om te onderzoeken wie de persoon is die zo'n bericht de wereld heeft ingeholpen. En die persoon wordt dan, de politie doet natuurlijk haar best om die persoon zichtbaar te maken. En dan wordt de persoon dan opgebracht voor verhoor. En natuurlijk na rapportage met een lid van het Openbaar Ministerie, dan bepaalt het Openbaar Ministerie hoe men verder dan de zaak zal afhandelen. Dat is dus heel duidelijk naar voren gekomen dat er dus gevolgen zijn voor mensen die misbruik maken van social media om slecht nieuws en of verkeerd nieuws de deur uit te sturen als het dus gaat om de veiligheid. In het verlengde daarvan zijn er dus ook tal van vragen als het dus gaat om vakantiegangers die een huis wensen te huren. Moeten ze nou in, of kunnen ze overal terecht of moeten ze extra sparen voor een hotel? Inspecteur Naarden, hoofdinspecteur Naarden om duidelijk te zijn. Er zijn natuurlijk ook vragen over hetgeen dat ik daarnet heb ingeleid. Wat zegt de politie hierover? Natuurlijk is het goed dat als je ergens gaat huren, dat je ook wel weet hoe de buurt zeg maar de samenstelling is, hoe de buurt in elkaar zit. Maar in feite waarop men echt zou moeten letten, is de locatie, is het goed beveiligd? En de beveiliging die wij hier vaak in Suriname gebruiken, is niet alleen maar dat dievenijzer, maar ook camerabeveiliging, alarm. Toch als die locatie dat soort van voorzieningen heeft, dan is het dan goed beveiligd, toch? Dus daarop zou men moeten letten. En ja, dat is zo'n beetje. En ja, overal in de wereld heb je criminaliteit. Maar als we kijken naar Suriname, in relatie tot andere landen en ook landen in de directe omgeving van ons land, dan mag ik tot op dit moment met een gerust hart doorgeven aan u en via u aan de kijkers en luisteraars in Nederland, dat Suriname nog steeds een van de veiligste landen is binnen onze regio. Is er in dit geval ook sprake van indemming als het dus gaat om de criminaliteit? We weten dus dat u zich vaak bezighoudt met de statistieken. Misschien kunt u ook aangeven als er inderdaad sprake is van een afname van criminaliteit. En misschien ook welke vormen van criminaliteit deze periode of de afgelopen tijd hebben afgenomen. Nou, helaas kan ik hierop geen pasklaar antwoord geven omdat ik de data niet heb. Maar ik dacht een tijdje terug had ik wat data kenbaar gemaakt. En we zagen dus geen absorbitante verhoging hoor, van criminaliteit. En dan praat je dan meestal over vermogensdelicten, diefstal, weet u, overvallen. Dat zijn zaken die mensen echt dat onveilig gevoel doet krijgen. En we zagen dus dat er een zekere stabiliteit erin was. Natuurlijk ben je niet blij. Want ik zeg, elke diefstal of elk overval is één te veel. Dus natuurlijk doen wij als politie en andere ondersteunende diensten doen er alles aan om die veiligheid in Suriname niet alleen te garanderen, maar zeker de kwaliteit van de veiligheid te verhogen. En ik moet zeggen dat we gemerkt hebben dat de Bureau Nationale Veiligheid, die vallen wel onder het Nationaal Leger, maar zij zijn in feite ook belast met ervoor zorgen dus dat de veiligheid in Suriname op een bepaald niveau blijft. Dat wij als KPS nauw samenwerken met hun. Waardoor als zij informaties hebben, zij de informatie met ons delen. Als het gaat om criminele organisaties, dan wel criminele elementen. En dan pakken we dus dat aan, omdat wij zijn in feite de instantie of de organisatie, zeg maar, die belast is met het aanhouden van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan criminele handelingen. Dus dan wordt die informatie gedeeld met ons en wij gaan dan op het veld om dus die criminelen daadwerkelijk in de kracht te pakken. Dus die samenwerking is goed en het heeft een positieve reactie. Of zeg maar uitslag naar die samenleving toe. Dus,
Kortom, kan er gesteld worden dat de vakantiegangers, of althans de mensen die een vakantie wensen te brengen aan Suriname, gerust mogen zijn, omdat Korps Politie Suriname samen met Bureau Nationale Veiligheid ervoor zorgt dat er sprake is van indamming criminaliteit. Ja, absoluut. Maar natuurlijk zeg ik niet dat iemand die hier met vakantie is, of mensen die met vakantie in Suriname gekomen zijn, dat nooit iets gebeurd is met een van hun. Dat gaan we niet zeggen, want dat zou dan voor de gekhouwerij zijn. Wat ik wel wil zeggen is dat als we kijken dus naar de informatie die we krijgen, dat het niet zo is dat vakantiegangers aan gros worden overvallen en bestolen. Wat niet wil zeggen dus dat men niet alert moet zijn. Zoals wij de Surinamers zeggen om alert te zijn, de boodschap is ook bestemd dus voor de vakantieganger. In principe iedereen die in Suriname woont daar wel vertoeft. Wat wij dan meestal zeggen aan de mensen is dat je moet voorkomen dat je een makkelijke prooi wordt. En hoe kan je dat voorkomen? Loop niet in verlaten straten of steegjes. Meestal heb je zo dus dat je soms heb je van die steegjes dat als je dus daarin loopt, dat je sneller op je plaats van bestemming kan komen. Komt in Boropassie. Nog gebruik aan Boropassie, omdat afvoerman, een crimineel, dat ook dolorie toch? Omdat die crimineel weet van daar heb je minder een, aanloop van mensen, waardoor dat ideaal is voor zo'n crimineel om te slaan. Dus vermijd dat, loop over dus een straten die, waarover men regelmatig een rijd dan wel loopt. Dat is één. Als je je woning verlaat of je logeeradres verlaat, sluit alles goed af. Je kostbare spullen, laat het niet open en bloot liggen in je auto. Sommige mensen, of heel veel mensen die naar Suriname komen, die nemen een huurauto. Toch? Zorg ervoor dat je kostbare spullen niet zichtbaar is van buitenaf, want dat werkt ook als een soort van rode lap op die criminelen om dan zo'n ruit in te slaan om dan de spullen te jatten. Dus dat soort van zaken. Als je dus s'avonds laat een overstaat bent gebleven en je wil naar huis. We hebben 21 uur erkende taxibedrijven of bekende taxibedrijven, centrales. Bel met zo'n bedrijf, dat kan het zijn een 1660, 1661, noem maar op. Als u hier komt, neemt u die informatie tot u, informeert u even. En dan belt u zo een taxibedrijf. En dan weet u dus dat u dan veilig van de plek waar u bent gebracht wordt naar uw logeeradres. Het zou ook goed zijn om, als zeker in de kleine uurtjes is, om die chauffeur te vragen om niet gelijk weg te rijden, maar om even te wachten totdat u binnen bent. Surinamers zijn wat dat betreft vriendelijk. Ik denk dat het nooit zal voorkomen dat die taxichauffeur u gaat zeggen van nee hoor, ik heb wel afgezet, dus ik ga maar weg. Men gaat zeker blijven om erop toe te zien dat u veilig binnen bent. Dus dat zijn dus wat tips die ik kan geven. En als men in Suriname is en men wil wat meer informatie over iets dat te maken heeft met veiligheid, dan ben ik hier om ze waar nodig dan die informatie te geven. Middels deze plaats, of althans middels deze tip van hoofdinspecteur Humphrey Naarden van de Public Relations, hopen wij dat we u heel goed hebben geïnformeerd over het reilen en zeilen. Wat de politie allemaal doet, met wie ze allemaal samenwerken om de criminaliteit in te dammen. En natuurlijk ook nog tips waarbij jij als een burger en een vakantieganger ook een wezenlijke bijdrage kan leveren. Dat je geen slachtoffer wordt van criminaliteit of soortgelijke zaken. Hoofdinspecteur Naarden, deze wil ik u hartelijk dankzeggen voor uw wezenlijke bijdrage. En natuurlijk het beste met uw werk natuurlijk en uw team. Ja, dankjewel. En ik raad ieder aan om met vakantie te komen hoor. U gaat genieten, dat weet ik 100%. Vooral met de wandelmars. Absoluut.